Ik ben Jim Bakkum en ik speel de rol van Emilio Estefan in On Your Feet. Emilio is een hele warme man. Dat is eigenlijk het eerste woord wat in me opkomt als ik aan hem denk. Het is een hele gulle man, een gezellige man, een lieve vent. Hij heeft enorm veel goede liedjes geschreven en geproduceerd, waaronder natuurlijk voor onze eigen Gloria. Emilio praat heel snel en Emilio heeft een heel groot accent. Op een gegeven moment bedachten wij dat het misschien leuk was om Emilio af en toe wat foutjes te laten maken in het Nederlands. Waarvan hij volledig overtuigd is dat hij het goed zegt. En in sommige scènes praten wij wat sneller. We hebben dat zo geprobeerd op die manier duidelijk te maken dat dat een paar eigenschappen van Emilio zijn. Sinds ik wist dat ik Emilio ging spelen en ik echt die muziek vaker ging luisteren, ben ik nog meer fan geworden. Want ik hoorde ineens nog meer dingen, omdat je ook gewoon bewust bent dat jij dat moet gaan zingen. Ja, nog meer dingen waarvan ik dacht van wow, als dit met band, weet je wel, iedere avond op toneel wordt gespeeld, het is ja, te gek. Ik kan me nog herinneren toen we bij Emilio in de studio kwamen in Miami. En dan kom je daar binnen en dan zie je gewoon al die gouden platina of weet ik veel wat voor platen daar hangen van Ricky Martin, Jennifer Lopez, Shakira. Ze hebben echt zoveel betekend voor de Latin muziekwereld. Ik wist niet dat Emilio zoveel had geproduceerd en zoveel op zijn naam heeft staan. Op een of andere gekke manier herkende ik gewoon wel dingen in hem. Hoe hij met mensen omging. En hoe hij is gewoon, het is gewoon een hele sociale vent. En ik vond het wel heel spannend om hem toen voor de eerste keer een handje te geven. Het is toch gek, je gaat iemand spelen. En het was voor mij een eerste keer dat ik iemand ging spelen die nog leefde. En die dus ook naar mij ging kijken hoe ik hem ging spelen. En dat is helemaal bizar. Ik merk altijd als ik mijn zwarte leren jasje aandoe vlak voor de opening, dat ik voel oké. En dan ga ik nog iedereen apart ga ik langs om een knuffel te geven. Dat heb ik ook nog nooit eerder gedaan, maar deze cast is gewoon, zijn zulke lieve mensen, dus dat moet ik altijd gewoon even doen. En dan begint de show. En dan is het gewoon één grote trein waar je instapt. On Your Feet heeft voor mij een hele bijzondere betekenis. De hele opstart van deze productie was al heel bijzonder, want je doet het met twee muziekiconen tegen wie je opkijkt en die er zo vaak bij zijn, wat niemand had verwacht. Ik had echt niet verwacht dat zij bij iedere try-out in de zaal zouden zitten en hier tot de première waren. Dat je zo'n productie kan doen en er ook nog met zulke talentvolle mensen aan mag werken, ja, dat maakt het wel extra bijzonder. Ik heb deze productie echt in mijn hart gesloten.